in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. In 2004 vond er een moment plaats waarna ik mij moslim ging noemen. Formeel kun je dit zien als het moment van mijn bekering. Het moment van mijn getuigenis in een klein moskeetje in Amsterdam-Noord. Maar eigenlijk was het slechts een klein schakeltje in de tijdslijn van mijn moslimschap. Waar de meeste mensen tegenwoordig spreken over het moslim zijn, heb ik islam en moslim altijd als werkwoorden opgevat, als werk in uitvoering. Ik probeer continu islam vorm te geven in mijn leven door mij over te geven aan Allah. Natuurlijk, formeel was ik moslim zo gauw ik de geloofsgetuigenis uitsprak, maar ik beschouw mijzelf zeker niet als uitgeleerd of klaar in mijn ontwikkeling. Ik denk dat je altijd verder moet streven, naar meer zuiverheid in je geloof, meer oprechtheid in de relatie met je schepper en naar een nuttigere bijdrage aan je directe en wijdere omgeving. Het is misschien handig om mijn ontwikkeling als persoon, als moslim, hier wat praktischer te schetsen. 2004 was niet het eerste moment dat ik bewust met de islam in aanraking kwam. Dat was zo rond 2002, toen ik in een Engelstalige boekhandel in Hartje, Amsterdam, drie Zuid-Afrikaanse moslims tegen het lijf liep. Zij gaven mij een voorbeeld van de manier waarop je moslim kunt zijn, met enerzijds een sterke balans tussen het alledaagse leven en anderzijds het leven richting het hiernamaals. Toch is ook dat niet het moment geweest dat ik mij op het pad van de islam begaf. Misschien wel volgens de nauwe definities van de diverse religieuze overtuigingen, maar feitelijk begon mijn zoektocht naar Allah op het moment dat ik hem nog vooral als God kende en mijn katholieke leefomgeving mij leerde dat hij een zoon zou hebben gehad die zou zijn gestorven voor onze zonden. Die zoon, zo vertelde mijn katholieke omgeving mij, die heette Jezus. In de islam zou ik hier later aan toevoegen, vrede zijn met hem. Al op mijn 12e nam ik afstand van deze opvatting en andere basisprincipes van het katholicisme. Bijvoorbeeld de erfzonde, of het geven van de schuld aan Eva, het idee van Jezus als de zoon van God, maar uiteraard niet van hem als persoon. Integendeel, ik vond en vind Jezus, vrede zijn met hem, een ontzettend sterk en indrukwekkend mens. Daarnaast had ik nog wel meer bedenkingen met betrekking tot het katholicisme en het christendom in het algemeen, maar ik laat het hierbij. Het is niet mijn bedoeling om christenen en hun overtuiging te beledigen, maar om mijn persoonlijke pad naar God weer te geven. Nadat ik zo rond mijn 12e het katholicisme gedag had gezegd, praktisch gezien door het weigeren van het vormsel, een van de belangrijkste sacramenten, begon ik na te denken over mijn relatie tot de Schepper. Ik was hier niet dagelijks mee bezig, maar had van die periodes dat ik worstelde met het idee dat ik weliswaar geloofde in God, maar dat ik eigenlijk niets deed om dit geloof vorm te geven in mijn leven. En de eerste vraag die ik voor mezelf probeerde te beantwoorden was, is het nodig om praktisch vorm te geven aan geloof? Terwijl ik mijn leven leidde, uitging, sportte, naar school ging, nog meer sporten, verliefd werd, verhuisde, ging studeren en ga zo maar door, beantwoordde ik die vraag steeds met nee. Nee, een praktische vorm is niet nodig. Een concrete invulling buiten een vorm van algemeen goed doen als mens leek me totaal niet noodzakelijk. Toch bleef die vraag terugkomen. En dat is heel irritant, want als je een vraag beantwoord hebt, dan moet die weggaan. De opdracht is vervuld, de koek is op, wegwezen met je existentiële twijfels. Toch bleef die vraag komen, jaar in, jaar uit. En het was zeer vermoeiend, maar blijkbaar noodzakelijk. Onbewust vond ik het waarschijnlijk een fout antwoord. Ik vond het dus wel nodig om praktisch vorm te geven aan mijn geloof. Toen ik rond 2002 mijn Zuid-Afrikaanse collega's tegen het lijf liep, was er een bepaalde klik. Iets in hun manier van onderlinge omgang, hun familieleven, hun doen en laten, trok mij aan en beïnvloedde mijn manier van denken en doen. Een van hen nam me ook op sleeptouw om vrijwilligerswerk met kinderen te gaan doen. Iets wat alvast een praktische invulling van goed doen zou worden, maar wat vooral ook gewoon erg leuk was. Ik sprak ook veel met deze familie over de scheppen, over het verrichten van gebeden, de plek van de familie en vooral van ouders, en over vasten, vooral in de maand Ramadan. Uiteindelijk besloot ik eens wat nuttigs te gaan doen in die boekhandel en wat boeken te lezen over de islam en moslims. Voor iemand die is opgegroeid met de verhalen van Adam, Noah, Abraham, Mozes en Jezus, vrede zij met hen allen, is lezen over de islam een feest van herkenning, maar ook een zogenaamde reality check. Islam is met stip de meest logische der religies en voor mij ook direct, was voor mij ook direct de meest aanvaardbare. Wat destijds erg vaak naar voren kwam, vooral in het lezen van diverse Koranvertalingen, was de directe relatie met je schepper. Geen pastoor, priester of rabbijn die ertussen zit. Maar ook de noodzaak van geloven en goede daden verrichten, waarmee die ene vraag zo goed als beantwoord werd. En de belofte van Allah dat hij niemand belast boven zijn of haar vermogen. Ik was gefascineerd door de directheid, de logica, de oprechtheid, de aanspraak op je verstandelijke vermogens
En eigenlijk is dat het hele eiereneten. Maar mogen we toch niet helemaal. In de tijd van 2002-2004 gebeurde er van alles. Diverse oorlogen in en om moslimlanden waren gestart. Her en der vonden aanslagen plaats. Opeens noemden grootmachten als Rusland, China en Israël verzetstrijders in hun land islamitische terroristen, waardoor ze minder last hadden van mensenrechtenorganisaties. En de manier waarop verschillende media, moslims en ook daaraan gelijk geschakeld de islam neerzetten, leek me met de wetenschap hoe mijn Zuid-Afrikaanse vrienden in elkaar zaten zeer onrealistisch. Dus ik ging op onderzoek. De boeken in. In die periode ben ik zoveel mogelijk boeken gaan lezen over de islam en over moslims. Ik nam een om-en-om methode. Een boek van een moslim over de islam, vervolgens eentje van een niet-moslim over de islam. En zo gingen we een paar keer heen en weer. Al gauw vormde zich een beeld van mij hoe de islam zou moeten zijn, hoe moslims hier soms van afwijken en hoe dit reflecteert op het beeld van de islam wereldwijd, omdat media nu eenmaal de gemakkelijkste optie kiezen in hun weergave van de feiten. Na een jaar van lezen en praten was ik op vakantie met vrienden. Ik las een biografie over het leven van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, en had een tweetal Koranvertalingen bij me. Een van mijn vrienden zag me daar zitten aan het kleine strandje, ergens in Italië was het, en hij zei tegen mij, geen moslim worden hoor. Tuurlijk niet ouwe, was mijn antwoord. Ja, wist ik veel. Terug in Nederland begon het te kriebelen. Nog maar eens wat boeken gelezen, dit keer wat praktischer van aard, want ik wilde eigenlijk wel weten wat het precies inhield om als moslim te leven. Ik vastte dat jaar ook mee tijdens de maand Ramadan. Appeltje eitje, want het was hartje winter. Korte dagen, alhoewel ik er zelf wel een potje van maakte door met zonsopgang te stoppen met drinken en eten in plaats van het begin van zonsopgang, zo'n anderhalf uur eerder. Maar dat is een ander verhaal. Mijn Zuid-Afrikaanse collega's waren inmiddels vrienden geworden van mij en ze nodigden me dan ook uit om enkele malen met hun en mijn vrienden moslims het vasten te verbreken. En zo belandde ik op een avond in Almere bij hun oom en tante, waar we gezamenlijk een dadel in het water namen en zij zich vervolgens klaarmaakten voor het eerste avondgebed. In de woonkamer ging mijn vader, zijn broer en diens twee zoons en nog een andere neef in een rijtje staan. Een van de familieleden fluisterde dat ik mee mocht bidden als ik dat wilde. Op dat moment wilde ik wel meebidden, maar toch ook weer niet. Alles in mij schreeuwde, dit is het. Ja, maar toch deed ik het niet. Ik was immers geen moslim. Om nog even terug te komen op het woord islam als werkwoord, hier begon het woord te werken. Toen ik op de bank zat en mijn vrienden en hun familie zag bidden, nog voordat ze echt gingen eten na een dag vasten, besefte ik de tweesprong waarop ik mij op dat moment bevond. Die Ramadan was een bijzonder moment. Nadien ben ik langzaam verder de islam ingegroeid. Ik was al een paar maanden thuis het gebed aan het oefenen en besloot via een andere neef nog een keer naar de moskee te gaan. En daarna wilde ik alleen nog maar een moskee vinden met een Nederlandstalige imam om de verdere stappen te ontdekken. Maar ja, dat duurde even. Uiteindelijk ben ik met een stapel boekjes naar een klein moskeetje in Amsterdam-Noord gegaan, boven een oude tapijtfabriek. En daar sprak ik met de imam, die helaas uiteindelijk toch geen Nederlands bleek te spreken. En uiteindelijk kwam hij bij de geloofsgetuigenis uit. Dat leek mij ook wel een goed plan. Nou ja, eigenlijk ging het net even anders. Ik stond in die kleine moskee in Amsterdam-Noord op een leeg industrieterrein en per ongeluk, maar volledig bij mijn verstand, sprak ik daar toen de geloofsgetuigenis uit. Ik bestudeerde de islam al een jaar of anderhalf, maar was nog niet overtuigd van het feit dat ik deel van de umma wilde uitmaken. Raar eigenlijk. Als ultieme vorm van individualisme stond ik klaar om aan de ene kant de islam te omarmen enkel en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala, maar ook enkel en alleen tussen Allah subhanahu wa ta'ala en mijzelf. Ik zou dit delen, zo had ik bedacht, met niemand. Tja, denk ik nu. Als ik dat echt had gewild, had ik geen moskee binnen moeten lopen. Ik kwam enkel die moskee binnen met de intentie om wat boekentips te krijgen en meer over de islam te weten te komen. En door een misverstand met de imam wees hij mij de volgende transliteratie aan in een van mijn gebedsboeken. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Wacht eens even. Die woorden kende ik al. Dat was de geloofsgetuigenis. Destijds las ik van alles over de islam. Boeken van moslims van allerlei pleimage. Boeken van haters van de islam en of moslimboeken van orientalistische duiven over de schoonheid van de islam. En alles kwam direct en puur binnen. De islam kwam mij voor als een welkome verrijking van mijn leven. En zakelijk bezien zag ik in dat deze religie mij bekend voorkwam. Vele zaken geloofde of deed ik al. En andere zaken zouden mij hopelijk tot een beter mens maken. En op deze wijze kwam ik rationeel tot de beslissing dat ik moslim zou worden. En eerst nog wat onzeker thuis biddend op mijn knieën met een boekje in mijn hand. En later zelfverzekerder met Surah al-Fatiha in mijn eigen versie van Polder Arabisch. Toen ik die moskee in Noord binnenkwam, was ik echter
overtuigd van de islam, maar nog wel erg alleen, solo als Remy, zullen we maar zeggen. In het kort, van mijn geloof in God, ook na mijn afscheid van het katholicisme, belandde ik via de vraag, wat wil ik doen voor God? Bij goede vrienden die mij lieten zien hoe je op bijzondere wijze de balans tussen je dagelijks leven en het dienen van God kunt realiseren. Hoe je kunt zorgen voor je familie en de ruimte kunt creëren voor gebed en vasten, maar ook voor zaken als algemeen maatschappelijk vrijwilligerswerk. En opeens getuigde ik dat niets of niemand het waard is dus om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed, vrede zij met hem, zijn dienaar en boodschapper is.